Hoi, leuk dat je kijkt naar mijn vlog. Ik ga je vandaag een dagje game day meenemen. We spelen vandaag tegen Bloemendaal, Bloemendaal thuis. Hopelijk wordt het een leuk dagje. Wordt sowieso lekker weer. En de mannen spelen ook thuis tegen Bloemendaal, dus dat is sowieso een leuke wedstrijd. En ik heb er echt super veel zin in. Ik ga jullie nu door een paar rituelen voor de wedstrijd voor me meenemen. Ten eerste begin ik altijd met een heerlijk muziekje. Dat ga ik nu ook opzetten. Ik heb speciaal een lijst game day om meteen lekker wakker te worden. Een boxje aan en we beginnen met het liedje pompen. Het is geen grens. Ik ben in de sensie niet per se slecht mens. Ik heb in de sensie niet per se. Het is echt een heerlijk fout liedje, maar het was ons EK liedje afgelopen zomer. Dus daarom is het wel een mooie herinnering om weer te beginnen. Het is niet per se een conflict, maar het is je meisje die nu op de grond ligt. Pompen. Geen grens, geen grens. Ik ben in de sensie niet per se. En nu ga ik lekker douchen. Word lekker refresh. Oké, dit is mijn ontbijt. Een heerlijk eitje. Hallo. Dat valt niet te lachen, Gina. Het is allemaal niet grappig. Het is niet grappig. Oké. Het is gewoon ei. Roer ei met groenten. En dan heb ik ook nog een broodje met vleerbrik en met uitjes. En een heerlijk kopje koffie en water. Maar zij hebben een mooiere koffie dan ik. Want ik was te lui om te kloppen. En dan ga ik nu lekker eten. Met een rochon. Rochon! Nou, we gaan nu lekker naar de auto lopen. En dan gaan we lekker naar Stichtse toe. En dus denk ik een kwartiertje rijden. There's not a star in heaven that we can ooh you.
Gaan jullie hem nog beter neerzetten? Sorry? Are you gonna... Oh no, sorry, we're just far. Yeah, but more like I'm... It's a little bit as a show. La puissance. Ik kan niet daar neerzetten, toch? Ja. Yeah. Deze is ook echt moeilijk als je al bloemen de auto, man, man, man. Oh. Nou, ik ben nu op Stichtse. Carmi. Het is nog zat. Het is nog heel vroeg. Het team staat daar lekker koffie aan het drinken. En het is nu iets over 11:30. We gaan zo omkleden. En dan... Hockey! Hockey! Ik weet ze al tegen wie we spelen. Yay! Ja, tegen Bloemendaal. 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 Stay hydrated, kids. Fijne wedstrijd. Dat is jou iets zoen op mijn titel. Hey! Ik weet niet of. Een strafcorner, Kai pusht hem, de keeper had hem mooi, maar ik tenniste hem er gelukkig nog eventjes in. Vroeger zat ik op tennis, daardoor kan ik deze tennis smash heel goed doen. En was ik blij met dit goal. Zo'n goal maak je niet vaak, want meestal wordt hij afgefloten omdat het een gevaarlijk spel was. Maar gelukkig liet ze hem doorgaan. Vervolgens komt Van met een supermooie actie, rent even drie man eruit en paast hem daarna supermooi naar Carmen. Carmen die denkt, ik zie Roos bij de tweede paal vrij staan, die geeft even een paas door 10 mensen heen. En Roos raakt hem mooi aan. Als derde goal was de strafbal van mij. Keeper doof totaal de verkeerde hoek in en staat 3-1. Vervolgens komt er nog een actie. Sarah wordt bijna onderuit gehaald, maar we gaan rustig allemaal door. Ik sprint door, ik probeer hem te pasen, lukt niet. Probeer hem nog een keer te pasen, lukt het weer niet. Dacht, nou, lopen ze nu zelf maar door. En op de tweede paal. Jammer genoeg. Nou, we hebben dus met 3 gewonnen. Tommy zit naast me. Hoe vond je het wedstrijd? Wow. Ja, we moesten ons even herpakken na de eerste helft. En maakte het onszelf denk ik moeilijker dan nodig als eerste helft. Maar ik vind dat wel goed. In de tweede helft. Chanel, hoeveel heb je gescoord? 2 keer. Hoeveel moest je scoren vandaag? 3 keer. Dus geen naar huis eten tegen jou. Ik krijg geen eten. Ik krijg geen eten bed. Zonder eten in bed. Zonder dat. Ja, en nu zijn we lekker de heren aan het kijken. Ja, hoe staat het? We staan 3-1 achter tegen Bloemendaal. Het is niet zo best. Nee. Maar we zitten wel gezellig hier met heel het team. Lekker gezellig de mannen te kijken. Lekker met de mannen. Lekker met de mannen. En wat gaan we vanavond nog doen? Je bedoelt? Vanavond. Huisavond. Ja. Huisavond. Ja, ik weet niet hoeveel mensen er komen, maar... Nee, altijd een verrassing. Het is altijd een verrassing. Maar wij zijn er altijd. Wij zijn er altijd. Suzanne. Suzanne. Suzanne Rotterdam. Wat zullen we eten dan? Oh. Oh. 3-2. Oh. Wordt er gescoord? Er wordt gescoord. Er wordt gescoord. Ja. Nou, dat was het er voor vandaag. Nu hebben jullie kunnen meekijken in een... hoe? In een wedstrijddagje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Gelukkig hebben we gewonnen. Gelukkig heb ik gescoord. We waren niet zo goed. Maar ja, dat maakt niet uit. Het komt allemaal wel. We hoeven toch nog niet te pieken. En nu ga ik lekker slapen, want ik ben doodmoe. We hebben ook huisavond gehad. Gingen gewoon lekker gezellig een beetje eten. En op de bank chillen. En iedereen was zo moe, dus gingen... Allemaal snel naar bed. En nu ga ik nog een serie kijken. Lekker mijn bedje. Daar hou ik echt van. Om lekker s'avonds, als ik in bed lekker serie te gaan kijken. Ik denk dat ik hou met je mannen gaan kijken voor de 700ste keer. Liken, reageren. Zeg dat je het leuk vindt. Zeg dat je het niet leuk vindt als je het niet leuk vindt. Zeg het. Duimpje.
lol. En ik zie jullie volgende keer.